Bonjour mes amis, dag 3 hier in de Chartreuse en we starten de dag opnieuw met prachtig zonnig weer. We gaan ervan genieten, we gaan meteen een wandeling maken rond onze chalet, of toch beter rond het dorpje waar onze chalet zich bevindt, Saint-Philibert. Na de kleine ochtendwandeling van morgen rond Saint-Philibert gaan we nu terug een stukje klimmen. Het is een korte wandeling in principe. We gaan richting het klooster van de Chartreuse. Kartuizerklooster is dat. Het is een heel bijzondere orde. Die mensen hebben quasi geen contact met de buitenwereld en trouwens ook in het klooster zelf heel weinig contact. En de enige manier om bij het klooster te komen is via deze weg. Is gewoon te voet klimmend. We zitten op een vrij hoog punt en het klooster zelf kan niet bezocht worden. Wel een museum wat lager gelegen, waar onze auto geparkeerd staat. Dat gaan we straks doen. Maar eerst gaan we zien of we tot bij het klooster kunnen geraken. Zo, we zijn bij het klooster aangekomen. Heel belangrijk is dat het hier heel stil is, dus ik praat stil. Maar het complex is gigantisch. Enorm groot, echt indrukwekkend. En ik heb gelezen op internet dat er over heel de wereld 370 dergelijke monniken zijn van deze orde. Dus over heel de wereld, dus hier wonen een paar tientallen van die mannen, denk ik. Dan hoop ik straks te vernemen in het museum. Het is een gigantisch gebouw voor hen, echt. Gigantisch complex. Het is niet echt duidelijk of de regio in het bergmassief Chartreuse genoemd is naar deze kloosterorde of omgekeerd. Het is blijkbaar altijd voer voor discussie, voor bepaalde historici. Maar wat heel leuk is aan deze orde is dat ze in de 17e eeuw, dus ze vestigden zich hier in de 11e eeuw, maar in de 17e eeuw zijn ze gestart met het brouwen van een drankje naar een zeer oud recept toen al. Dat heet ook Chartreuse. Het is een groen drankje, ik had bijna gezegd een hefgroen drankje, maar het bestaat ook in het geel bijvoorbeeld. We hebben het gisteravond gedronken na het eten in het restaurant en het is echt super lekker. En morgen gaan we trouwens de plaats gaan bezoeken waar het drankje, het elixier, wordt gebrouwen. Het bezoek aan het museum was echt de moeite waard. Het deed mij bijna een goesting krijgen om monnik te worden.